Welkom bij een nieuwe video. Ik ben Anjani en dit is Nilem van Nilem Coaching. Hi. En zoals gezegd hadden we een video opnemen. De mukbang is een weekje later. We hebben vorige week samen een make-up video opgenomen. Die kunnen jullie na deze video zien. En we gaan nu eten bij of van Dadawan. Dadawan, yes. Ja, dat zijn pokeballs. En vandaag gaan we uitleggen hoe Nilem en ik elkaar kennen. Jullie hebben vragen kunnen stellen over haar fitnesswerk en alles wat ze doet. En die gaan we allemaal nu bespreken terwijl we eten. Gezellig. Ja, Nilem, hoe kennen we elkaar? Hoe kennen we elkaar? Ja, echt. Jaren geleden via Facebook. Ja, tuurlijk, ligt me alles neer. Ja, via Facebook was het inderdaad. Via Facebook, ja, maar hoe ging dat? Gewoon toegevoegd in. Want we hebben nooit in het begin nooit met elkaar gesproken. Nee, ik voegde gewoon mensen toe. Ja, toen ik ook. Toen ik net begon met fysici, ging ik op een gegeven moment heel veel mensen gewoon toevoegen. Omdat ik mijn volgers wilde hebben. Ja, dus zo ben ik gewoon begonnen. Kijk, deze van jou. Oh, wacht. Nee. Even laten zien. Zij heeft een veggie. Pokeball. Oeh. Nee, hij is dicht, toch? Ja. Ja, hij is dicht. Veggie. En ik heb... Hoe is sojasaus? Sorry. Vegan. Zij is vegan. Ik natuurlijk weer niet. Nee, er zit al sojasaus. Is dit die extra saus? Dat is toch dat hete? Oh nee, is dit wasabi mayonaise of zo? Wat is dit? Weet iemand dit? Dit is voor de... Ik ga het hier zetten. Je kan het proberen. Nou, ik hou niet van wasabi. Wil je sojasaus? Nee, want er zit al sojasaus op. Maar dit is zo lekker, dat heb ik zo lang niet gegeten. Ik hoop dat je er... Oh, kijk hoe mooi. Hij is echt mooi, maar als je het gaat draaien dan... Oh, wacht. Het licht is te fel erop. Ja, nu kan je het... Ja, kijk. Oh my god. Oeh. Tofu, zeewier, avocado, bonen, mango. Je wilt een lepel en een vork. Ja, hoe kunnen we het beste eten? Maar zo zie ik. Ja, het eten ga je niet echt zien, maar je gaat zien dat je hapjes neemt. Is dit je eerste mukbang? Ja. Ja, soms praat ik wel als ik mezelf film, maar... Als je eet? Niet als ik eet, als ik iets aan het maken ben. Oh ja. Maar niet, dit heb ik nog nooit gedaan. Oeh. Mais, hè? Oh, ik heb ook mango. Waar heb je dit gezet? Daar. Ja. Ik wil even een foto maken van mijn dingen. Insta. Oh ja. Ja, die van mij heeft wel door elkaar gedingen. Sorry man. Nee, hij is nog mooi. Hij zag er sowieso niet zo uit als die van mij. Zal ik even ons samen doen? Ja, doe maar. Wacht even hoor. Van elkaar. Ik doe naast me. Oh, je doet een beetje gezicht erop. Je wilt alleen van het eten, bedoel je? Moet je selfie maken met je Pokémon? Moet je selfie maken? Nee, ik wil gewoon van het eten maken. Okay, anders komt het er sowieso niet op. Nee joh, ik ga gewoon van het eten maken. Tag me wel. Jij ga je taggen. Wacht, ga je iets erbij? Zeg bij mij, ja. Ja, hartstikke mooi. Oké, ja. Dus, ja, ik had jou toegevoegd of jij mij? Ik weet het niet meer. Want ik ging ook mensen toevoegen. Oh, dus dat zal het zo. Ik had de salon en zo, dus toen ging ik ook. Dus toen hadden we elkaar op Facebook en we hadden eigenlijk nooit gesproken, denk ik. Ja, we reageerden wel op elkaar, soms. Ja, klopt. Ja, ik reageerde wel op... Ja, klopt. Ik reageerde wel. Dus we zagen wel een beetje van elkaar van, oké. Jij doet dit, ik doe dat. Ja. En toen had ik de salon nog aan de winkel. Ja. Dat is een beetje... Zodoende. Ja. Dus we zijn eigenlijk altijd in elkaars leven gebleven online. Ja, echt. Het is 2015 of zo dan. Klopt, ja. Zo zijn we altijd ingebleven en... Maar later kwam pas Instagram, want volgde ik daar nooit op Insta. Nee, want ik wist niet wat je Insta was, denk ik. Ook niet van jou. Wist ik niet. Nee. Maar goed, eet smakelijk. Eet smakelijk, ja. Ik ben nu even mijn verhaal aan het zetten dat we aan het filmen zijn. Pokeball. Wil ik weten hoe ze eruit maar. Als ik eet. Ik ga ze zo mijn eten laten vallen. Filmen. Ik heb het de hele dag ook warm. Filmen met Nilem. Oké. Ja, dus dat hebben we wel een beetje beantwoord, toch? Ja. Heb je trouwens gewoon een random vraag voor mij? Ik zeg altijd dat iedereen mij ook van alles mag vragen. Een random vraag voor jou? Ja. Wat ik van jou wil weten. Goh, ja, weet ik veel met jullie weten. Oh! Van mij. Oh, ik moest even nadenken. Ik dacht, wat bedoel je nou? Nee, gewoon een vraag. Misschien weet ik veel. Vanuit je volgers of zo. Of iets wat je zelf wil weten. Wat je nog niet gevraagd hebt. Ja, want... Oh ja. Dat is misschien ook leuk om te zeggen. We kennen elkaar dus via Facebook. Ja. En het is de tweede keer dat we elkaar in het echt zien. Ja. Ook dat. We elkaar dus in al die jaren nooit voor het echt gezien. Vorige week was de eerste keer. Ja. Na 6 jaar. Ja. Of zo. Ja. Na 6 jaar zien we elkaar voor het eerst. Ja. Klopt. Dus wat ik wil weten. Oké. Okay. Ben je gelukkig? Oh ja, dat was jouw vraag, hè? ja, eigenlijk wel. Dat zei ik toen toch ook. Van ja, ik ben wel... Maar ik ben heel dankbaar. Ja, dat zei je. Dat zei ik. Ik ben heel dankbaar. Dus, dat zei je, maar dat was niet... Ik heb zoveel om dankbaar voor te zijn. Dus ja, ik ben... Ja, ik heb me nooit ongelukkig gevoeld. Oké. Okay. Denk ik. Oh, wauw. Ja. Wauw. Wat goed. Ja, dus als je me niet vraagt... Ja. Nee, man. Volgens mij niet.
Volgens mij niet. Ik ga nu ook al opnemen, want ik kan niet meer. Ik heb ja, het zo ik heb warm. Echt trek, dus ja. Het is echt heet. We staan midden in de zon ook. Dus ik ga mijn ogen lucht. Ik ga zo op de helemaal glimmen. Heb jij een random vraag voor mij? Want we hebben nu natuurlijk de vraag van iedereen wat heel leuk is. Maar ik ben echt benieuwd, want aangezien we elkaar dus voor het eerst pas zo gaan zien. Mm-hmm. Maar het lijkt wel alsof we elkaar langer kennen of zo. Maar we kennen elkaar ook langer. Niet heel goed, maar we kennen elkaar wel langer. Ja, maar ik bedoel... Dus je hebt wel dingen gezien met elkaar omgaan en zo. Ja. Ook een mango. Ja, lekker hè? Ja, ik ben nooit zo van mango maar warm eten, zeg maar. Mm-hmm. Maar ik weet dat mensen het altijd eten met dit. Ja, nice. Het is wel gek om mango met rijst te eten. Ja, dat zou ik thuis dus nooit doen. Nee. Maar in een pokeball wel. Weet je dat ze bij in Trinidad en zo in Guyana hebben ze van die gerechten, dan maken ze zo van verse mango salade met hun rijst en dan maken ze fish curry en zo. Ze eten wel echt mango bij hun. Echt? Ja. En vanuit Suriname ken ik het niet. Mm-mm. Daar sowieso niet. Mm. Maar ik ben echt benieuwd naar dit. Random vraag. Want is er iets wat je van mij wil weten? Ja. Wat voor behandelingen deed je in je salon vroeger? Ik? Ja. Want back in the day had Nilam een salon. Ja. Bedoel je wat ik deed of wat we aanboden? Oké, wat boden jullie aan? Leuk. Het is wasabi mayonaise, maar ik vind het wel lekker. Denk ik, mag je dat? Oh, je mag geen mayo. Mag wel. Wil niet. Nee, jij mag toch geen mayo? Oh ja, ik eet vegan. Dus mag ik met mijn lepel even dit zo pakken? Ja, natuurlijk. Eet je dit ding. Ik ben benieuwd. Ja, je eet vegan. Mm-hmm. Zeg je niet je bent vegan of zeg je dat niet zo? Nee. Ik eet veganistisch zoveel mogelijk. Maar vroeger had ik echt veel kip en zo. Ja? Ja. Maar alleen kip? Ja, verder altijd niet echt vlees. Ja, soms lamsvlees. Oh ja, dat zei je. Maar verder, nee, ik hield niet echt van alle soorten vlees en zo. Oh, is lekker man. Het is een beetje peper. Die saus? Ja. Mm. Heel lekker. Oké, ik ga alles op mijn dingen gooien. Als jij het toch niet eet. Doe je ding. Is je eten trouwens lekker? Ja, echt heel nice. Ik ben echt blij dat we dit hebben gehad. Ja. Ik heb zoveel sushi-verslaving. Ik eet zoveel sushi de afgelopen tijd. Ja. Maar ik merk ook, het is ook niet per se heel zwaar. Ik eet niet zoveel dan, hè? Het is gewoon rijst met vis. Het is niet gebakken, weet je? Nee. Je hebt groenten erbij, avocado. Mm-hmm. Het voelt een soort van... het helpt me mijn gewicht te behouden en zo ook. Mm-hmm. Ja. Ja, beter dan als je bijvoorbeeld fastfood gaat eten. Ja, precies. Dan liever dit, toch? Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk aan om de calorieën. De hoeveelheid. Ja. Dat heb ik geleerd. Heel lekker. Mm-hmm. Ja, dus wat voor behandelingen deden jullie? Mm. In de salon, haar, make-up. Mm-hmm. Ook kapper dingen knippen, dat soort dingen verven. Zoals je volgers en ik altijd wel zien, ben je heel vaak in Dubai. Mm-hmm. En wat doe je allemaal in Dubai? Leuke vraag, dus dat iedereen je naam heeft. Ja. Ik heb er nooit echt heel uitgebreid antwoord op gegeven. Oh, wil je dat niet vertellen? Ja, tuurlijk wel. Oh, okay, wel. Ja. Maar het is niet dat, zeg maar... niet dat ik het awkward vind, mm-hmm. maar het liefst beantwoord ik vragen over een ander en niet over mezelf. Oh, ja, maar deze video gaat over jou. Ja, oké. Okay. Over ons. Ja, over ons, ja. Ja, wat ik daar doe, ja, eigenlijk gewoon doorleven hoe ik hier ook zou doen. Gewoon werk gaat gewoon door, ik werk online, dus ik kan vanuit overal werken. Mm-hmm. En het leven daar, het inspireert me gewoon enorm. En vooral met corona, toen alles dicht was en zo, dacht ik van ja, of ik ga in Nederland zitten, wat niet erg is. Mm-hmm. Maar als ik de keuze heb om ergens anders naartoe te gaan, waarom niet? Ja, en je hebt mooi weer daar. Ja, en daar was alles open. En het leuke was ook dat mensen over de hele wereld eigenlijk naar Dubai toe kwamen. Toen corona er was. En ja, toch echt allemaal mensen die iets wilden doen met hun leven of iets wilden bereiken. Of ik vond het heel prettig om daar te zijn. Ja. En je gaat heel vaak. Ja. Regelmatig. Moet eigenlijk doorleven. Ja. Kijk, jij hebt mijn vragen, hè? Zelfde wat ik hier doe. Ja. Oh ja, ik pak het even bij. Wacht. Ja, want ik weet het echt niet meer. Dylan heeft mijn vragen opgeschreven, want ik weet het niet meer. Mm-hmm. Ik had 3 vragen gekregen over fitness en health. Dus waarom we deze video's opnemen, hebben we ook niet verteld. Dylan heeft me een tijdje geleden benaderd of ik haar Forever in Shape programma wilde volgen. Ja, toch? Mm-hmm. En kijk maar. Ja, dus zodoende hebben we dus nu de laatste tijd meer contact. En het heeft me echt even een paar weken gekost om erin te komen, om voeding aan te passen, om het hele programma goed door te lopen. Want ze heeft chapters in haar videoprogramma. En eerst bespreek je, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, wat bespreek je weer eerst? Self-love en mindset. Ja. Daarna gaat een heel groot gedeelte over voeding. Ja. Omdat het echt een struikelblok is. Mm-hmm. Maar het begint dus eerst met je mindset. Eerst je mindset op orde, dan komt de rest vanzelf erbij. Mm-hmm. En...
Ja, ik zag gewoon heel veel omheen dat dames heel graag wilden afvallen, maar wisten niet hoe of gezonder wilden worden, in shape wilden komen. En ja, ik heb zelf natuurlijk ook heel lang gestruggeld. En toen dacht ik, waarom zou ik niet alle info die ik heb van alle jaren bij elkaar verzamelen en er een mooi videoprogramma van maken. Dus het is een beetje, ik kreeg zo'n vibe van vroeger, dat je zeg maar op Telcel had je dan van die weight loss programma's en zo. En dan heb je een dvd-serie en dat is het eigenlijk nu ook. In allerlei verschillende hoofdstukken. En uiteindelijk kom je uit op het gedeelte waar ze haar oefeningen laat zien. En dan hebben we een pdf-schema waarin staat per dag welke oefeningen je kan koppelen met elkaar. En dat ben ik dus nu aan het doen. En toen leek het haar leuk om meer aan haar volgers te laten zien wat ik deed. Want ik deelde heel veel over het sporten en dat ik ermee bezig was. Maar aan jou kon lieten we niet zo heel veel van mij zien. Nee, wat wel leuk is, want ik ging jou juist elke ik bleef jou volgen met ik jouw werk. Ik vond haar werk echt heel mooi. Dus toen dacht ik, ja, zij mag ook in de spotlight zijn. Het gaat niet alleen om mij. Het is heel lief. Van beide kanten is het gewoon leuk om te zien. Want ik zie heel vaak vrouwen die bijvoorbeeld naar een feestje gaan of gaan trouwen. En dan denk je, ik wil heel graag afvallen of nog in shape komen of juist aankomen. En daarna komen ze weer bij jou, want jij doet dan weer de uiterlijke verzorging op de dag zelf. Dus ik vond het wel iets heel moois om te combineren. En vooral ook met Hindoestaanse dames voornamelijk ook. Want ik weet dat het bij ons in de cultuur een struikelblok kan zijn om gezond te worden. En te blijven eten. Door het eten. Ja. Maar hiermee wilde ik echt laten zien van, het kan wel. Als je maar weet hoe. En klopt. Als je de juiste stappen volgt. Dus ja, dat was mijn bedoelstelling. Ja. Ik heb een vraag. Ik stelde jullie net ook. Wat zijn fatburners? En waarom is het wel of niet goed voor je? Met wat is een fatburner? Nou, het is een poedertje of een capsule die je kan innemen. Waarvan men zegt dat je vet wordt geburnt. Dat het in een versnelde fase gaat, zeg maar. En dat het zeg maar extra geactiveerd wordt als je gaat sporten. Ja, dat het extra geactiveerd wordt als je gaat sporten. En dat is wat er wordt gezegd. Maar ik wil niet zeggen of iets goed of slecht is. Maar ik gebruik het zelf niet. En de dames die ik coach raad ik het ook niet aan. Omdat ik er gewoon van overtuigd ben dat je dat niet nodig hebt. En 9 van de 10 keer als je dat ziet, of als mensen dat promoten, is het gewoon puur om hun eigen business. Of puur omdat ze gesponsord worden door een bepaald bedrijf of een business. En ja. Maar je gelooft er niet in. Nee, ik geloof er niet in. Ik vind het gewoon waste of money. Ik denk van, ja, zorg er gewoon voor dat je de juiste educatie hebt. Dus je weet wat je doet. Je hebt het niet nodig. Maar het is niet ongezond. Dat weet ik niet. Oh. Zo erg research heb ik er niet in gedaan. Dat durf ik ook niet te zeggen. Oké. Maar ik ben er heilig van overtuigd dat het niet nodig is. En ik heb vroeger ook heel veel supplementen en capsules en dingen gebruikt. Oh wel. Ja. Mm. Toen ik nog niet wist hoe of wat, heb ik van alles gebruikt. Het was echt waste of money, vond ik. Want als je niet de educatie over iets leert, ben ik van mening dat je er op lange termijn niks aan hebt. En dat je toch een terugval krijgt. Of nee. Dus nee. Ik ben er geen voorstander van. Maar ik zou ook nooit zeggen van, mag niet doen, doe niet. Nee. Je hebt het gewoon niet nodig. Nee, oké. Duidelijk. Oké. Ik vind in de sportschool sporten ongemakkelijk. Kan je thuis ook goede resultaten behalen? Nou, vertel. Ik train in de gym, jij traint thuis. Ik train thuis. Ik vind thuis echt chiller. Ik ben vaak te lui om als ik een zware dag heb gehad om naar buiten te gaan. Ja, eerlijk. Ik wil echt niet, vooral. Ze weet hoe druk ik deze week was. Ik kan echt niet als ik dan om 7 uur thuis kom en ik heb 12 uur gestaan. Ik wil thuis blijven. Ja, ik wil niet meer naar buiten. Dus met haar programma kan ik doe het op mijn laptop, zet ik gewoon mijn laptop aan. Kijk even hoe ze haar oefening doet. Want ik weet nog niet uit mijn hoofd. Kijk even hoe ze het goed doet. En ik heb een spiegel in mijn huis, heb je gezien, toch? Ja, goed ga ik zo. Bij die spiegel staan om kijken hoe mijn houding is. Dat ik de juiste houding aanhoud. Want anders kan je je rug bijvoorbeeld verrekken of iets als je iets niet goed doet. En dan ga ik die oefeningen doen. En dan ben ik thuis en het scheelt mijn reistijd en zo. Ook dat. Het scheelt je heel veel tijd. Dus je kan thuis heel goed sporten, maar je hebt wel equipment nodig. Dus ik heb dumbbells. Twee dumbbells, ja. Ik heb 2 dumbbells van 1 kilo en eentje dan of 7,5 voor als ik verder kan. En ik heb een, hoe heet dat ding? Booty band. Dat is een weerstandsband voor als je bijvoorbeeld aan het squatten bent. En ik heb een matje. Ja. En je hebt dat soort dingen. Je kan een kettlebell ook kopen als je dat soort oefeningen zou willen doen. Maar die heb je voor het programma niet. Voor het programma niet. Maar je hebt dingen die je kan kopen voor thuis, ja. Ja, want ze vraagt ook echt van, kan ik thuis goede resultaten behalen? En dat kan dus zeker. Ook heel veel dames die je coach zijn drukke mama's. Of gewoon dames die het ongemakkelijk vinden om in de gym te trainen. En ze trainen allemaal vanuit huis. Resultaten behaal je door voeding.
En trainen zorgt ervoor dat je jezelf wat kan shapen, et cetera. Ja. Dus vanaf huis 100.000% dat het kan. Hoeveel procent is voeding belangrijk voor jou? 100. Oh, niet 70 zeg maar en dan 30 trainen. Nee, want stel jij eet bijvoorbeeld, stel jij mag voor jouw doel mm-hmm. 1700 of 2000 calorieën eten. Maar je eet mm-hmm. elke dag 6000. Ja. En je gaat trainen. Ja. Snap je wat ik bedoel? Oké, dus 100% voeding. Ja. Ja. Maar tuurlijk, je kan wel wat verbranden dus. Ja, zonder gameplan met voeding is het resultaat lastig. Mm-hmm. Maar je kan jezelf natuurlijk wel beter voelen als je traint. Meer energie hebben. Ja. Dus ja, ligt eraan wat je doel is. Denk ik. Vind ik. Dat is wel echt lekker, ja. Echt, hè? Ja, is echt lekker. Misschien was dat een beetje te zwart-wit gezegd. Laten we zeggen, 80% voeding, 20% bewegen. Ja. Oh ja. Deze is voor jou. Mijn haar wordt zo vettig als ik veel sport. Heb je tips? Zweet. Als je uit je hoofd zweet, wordt je haar net vettig. En het enige wat ik kan bedenken is als je haar vast hebt, dat het dan erin blijft zitten. Dus dan zou je los haar moeten doen meteen na het sporten. Maar ik snap dat het warm is. Ik weet niet. Ik denk dat je gewoon... het is gewoon vervelend. Als je veel gaat sporten, ja, als je veel zweet uit je gezicht en je haar... Ik gebruik droogshampoos om te zorgen dat ik niet vaak hoef te... Gaat het? Gebeurt. Is het vast? Ja. Ik gebruik een droogshampoo altijd tussendoor, zodat ik niet mijn haar heel vaak hoef te wassen. Ja. Dus dat zou ik kunnen doen als je thuis komt. Gewoon even droogshampoo erin en dan ga je slapen. En dus de volgende dag is dat vettig een beetje weg. En het is echt niet belangrijk om je haar twee keer of elke dag te wassen. Je moet juist zo min mogelijk je haar wassen. Mm-hmm. Het liefst 1 keer per week. En dan natuurlijk 2 keer per week. Of 2 keer per, om de 2 weken. Om de 2 weken? Ja. Dus, oh my god. Is beter voor je haar. Oké, okay, ik doe wel gewoon elke week. Ik doe 1 keer per week, maar om de 2 weken, dat is voor mensen vaak mooie haren. Ja, maar dan stinkt mijn haar als ik twee. Nee. Ja. Ja, maar zweet uit je hoofd stinkt toch niet? Maar het wordt zo... Weet je wanneer je haar stinkt? Nou. Door zeg maar shampoo en conditioner van het westen, zeg maar. Ja, oké. Is je lichaam gewend van, oh, ik moet meer talg aanmaken. Maar back in the day hadden we toch geen shampoo? Nee, dat is mensen gingen maanden zonder hun haar goed wassen. Dat stond niet. Nou, zullen we het proberen? Wie gaat er mee doen? Ik heb het ooit geprobeerd. Ik wilde een keer 2 weken niet proberen, maar... Of, het is niet gelukt, man. Maar 1 keer per week doe ik nu. Ja. Ik vind het echt om vaker mijn haar te wassen, hoor. Haarshampoo. Want wat was de vraag? Mijn haar wordt vettig. Mm-hmm. Ja. Droogshampoo. Droogshampoo. En gewoon even er doorheen. Ik denk dat hoe langer je haar dus niet was, hoe minder je daar dus last van hebt. Klopt. Want vroeger was ik mijn haar echt om de 2 dagen. En het werd zo vettig. Mm-hmm. En hoe minder ik het ging doen, hoe beter. Mijn haar was dan een dag al vettig. Mm-hmm. En nu, ik heb nu het droogshampoo in en dan gaat het gewoon een paar dagen goed. Oh, beter. Ja. Oké. Okay. Volgende. Wat is dan weer dit? Oh, hoe slecht is het om 's avonds te eten en kom je daarvan aan? Dat is echt een hele goede vraag. Ik hoorde altijd dat je na 7 uur niet moest eten, dan was het nog 3 uur voordat je gaat slapen niet. Oh my god. En bij Nila maakt het niet uit. Mm-hmm. Bij Nila maakt het niet uit. Ik heb heel veel inzichten gedaan over het hele calorieën gebeuren per dag. Ja. Vroeger dacht ik, oh, je moet gezonde dingen eten en... ongezonde dingen niet, maar uiteindelijk gaat het om het aantal calorieën wat je per dag naar binnen mag voor je doel. Ja. En dan maakt het niet uit wanneer je eet, of het nou 's ochtends is of 's avonds, of net voordat je gaat slapen. Ja, wat je fijn vindt. Iedereen vindt het anders. Kijk, de ene wil bijvoorbeeld echt veel eten overdag of in de ochtend. Mm-hmm. En de andere vindt het gewoon fijn om voor het slapen gaan nog wat te eten. Weet je wat is, als je, daar heb ik ook wel eens wat over gedeeld. Kijk, als je 's ochtends een donut eet, dan verandert de hoeveelheid calorieën niet opeens in de avond, voordat je gaat slapen. Maar waar komt het fabeltje dan vandaan dat mensen dachten dat je, als je gaat slapen, dat je eten niet verteert of zo? Dat je dan aankomt ervan. Waar komt dat vandaan? Want dat is de reden waarom mensen niet 's avonds eten. Ik denk eerder dat het zo is dat als je overdag al heel veel hebt gegeten, en als je 's avonds dan dus als extra nog een maaltijd gaat eten voordat je gaat slapen, terwijl je eigenlijk de calorieën soort van al hebt behaald en al hebt gehad. Ja. Ja, dan kom je ervan aan. En maar anders kan het dus niet. Nee. Oké. Okay. Nee, als jij weet wat jouw energiebehoefte is, als je weet hoeveel calorieën jij kan eten, dan kan het geen kwaad. Of je nou 's avonds eet of niet. En kijk, hoe je voelt is wat anders, hè. Kijk, de ene kan er niet tegen. Lukt het? Dat is allemaal niet goed. Nee, de een kan niet met de volle maag. Nee. De een kan er niet mee. En de andere slaapt er juist beter door. Ik slaap heel goed als ik gegeten heb. Ja, dus het is echt persoonsgebonden. Maar alleen ik heb honger dan 's ochtends. Oh zo. Dus ik haat het eigenlijk. Oké.
Als ik te laat eet, dan heb ik het gevoel dat mijn maag wakker is gebleven die hele nacht. En dan wil hij toch wel weer eten hebben. En dus liever niet. Ik ga liever niet met een volle maag slapen. Oké, okay. Ja, voor iedereen anders. Dus als je je goed voelt erbij, kan je het gewoon eten. Als je weet wat jouw calorieaantal is voor jouw doel. Als je er niet goed bij voelt, doe het niet. Maar je komt er dus niet van aan. Tenzij. Je over je overeet. Ja, ja, precies. Maar dat heeft niks met het tijdstip te maken. Dus girl, eet 's avonds als je wilt eten. Zet het daar goed bij voelt. Je kan het dus inplannen. Stel jij weet van, oké, ik heb 's avonds echt veel trek. Mm-hmm. Dan verplaats je bijvoorbeeld je avondeten naar wat later. Of in plaats van je snack overdag te eten, eet je hem voordat je gaat slapen. Sowieso. In al die buitenlandse landen en zo, mm-hmm, eten ze vaak ook veel later. Ook dat. Dan zou iedereen toch... Zou iedereen heel dik moeten zijn. Yeah. Die mensen gaan pas om 9:10 s'avonds eten, hè. Die gaan niet om 6 uur al warm eten. Die slapen ze nog. Mm-hmm. Hoe is het vetje? Nee, het is nog oké. Ik ben aan het deppen de hele tijd. Ja, cool. Hebben jullie een vriend / man? Oh, hebben die vraag gehad? Oh my god. Ik ben nog single. Ik ook. As always. As always. Ik ook single, maar ik ben ervan overtuigd dat mijn man onderweg is. Inshallah is mijn man onderweg. Ik hoop dat hij van jou ook, hè? Ik hoop het ook. Dus die ken ik hem al. Laat hem niet zeggen. Dus die ken ik hem al. Maar jij hebt je raam trouwens ook dicht, hè? Waarom? Dan kan ik niet doorwaaien. Ik dacht dat ik last van al die auto's. Ja, I know, maar... Oh, mijn lampen staan ook gewoon aan al de hele tijd. Oh. Maar goed, ja. Die auto's zijn echt hard, maar dan heb ik een beetje... Oh ja, lekker man, jezus. Het is echt warm. Wil je nog verder op ingaan op die vraag? Wil je nog iets over zeggen of laat dat gewoon? Nee, dat is gewoon een open... Ja, is een open vraag, toch? Mm-hmm. Of gesloten vraag is het. Ja, dus als je nog een goede man kent... Nee man, dat is echt vreselijk. Ik krijg wel eens berichtjes, hè? Dan ga je koppelen. Nee, ik krijg wel eens berichtjes soms. Ja, zeker. Van ik heb nog een broer of zo, of een neef. Ik vind het echt ongemakkelijk. Echt ongemakkelijk. Ik ook. Ja. Anyway, oké, allebei single en inshallah gaan we gewoon trouwen. Oh, je wil ook meteen trouwen? Mhm. Oké. Okay. Ja, hallo. Sowieso. Iedereen weet al beter. Ja, trouwen. Grote jurk. Jouw en huren. Mm-hmm. Nu is wel alles erop en eraan. Jij kan me strak trainen dan? 100%. Ik kom je elke dag aan. Ik heb me echt spijt dat ik geen frisdrank heb genomen. Oh ja, hoor deze grap. We gingen dus het eten halen. Ik had echt die prik moeten hebben. Ze wilde heel iets anders drinken, maar zo awkward ging ze ook water nemen. Nee, ja, ik dacht met de health coach hier, dus ik ga toch geen prik nemen. Alsof ik de hele dag alleen maar healthy dingen eet en drink. Ik ging net naar de bios om de hele seks snoep te drinken. En ik werd helemaal misselijk van, dat wel. Ja. Maar goed. Ik heb er bijna op. Ik ook. Oké. Zijn jullie weleens onzeker over jullie lichaam? Ja. Dat was heel snel. Ja, ben ik wel eens? Nefetti zegt eigenlijk nee, ik niet. Nee, ja, ik... Niet onzeker. Ik zou zeggen van nee, ik ben eigenlijk niet onzeker. Maar wat is onzeker? Ja, dus dat, wat is onzeker? Je hebt het in verschillende maten en vormen. Ja, ik heb gewoon geaccepteerd dat ik eruit zie als ik eruit zie. Mm-hmm. Zouden we meer vrouwen moeten doen. Mm-hmm. En als ik het zo erg zou vinden dat ik er zo uit zie, moet ik wat aan doen. Maar zo erg vind ik het niet, dus dan heb ik het idee dat ik niet onzeker ben. Want ik draag gewoon wat ik wil dragen. Mm-hmm. En tuurlijk, ik zou willen soms niet dat ik niet vet op mijn buik had of zo. Maar ik heb altijd gezegd, als ik het zo erg vond, had ik er al eerder mee begonnen. Kijk, en nu met Nile haar programma gaan we kijken of het. Weet je of ik zo ver kan komen als ik zou willen? Ja, op een manier dat ik het kan uithouden. Wat ik heel fijn vind is nu dat ik niet hoef te denken, oh, ik mag het niet eten. Ik denk alleen maar nu, hoeveel heb ik gegeten voor vandaag? Ja, precies. Dat is elke dag. Oeh, dat is. Hij is op zijn vet gevallen. Oké, gelukkig, daar ging de saus. Nee. Oh, ik heb 2 bakjes saus. Nu mee naar huis. Het is nog een bakje van die saus. Dus nu heb ik ook gewoon, ik ben veel meer rust. Mm-hmm. Veel meer rust. Dat ik denk, oh, ik kan het wel eten als ik maar dan voor de rest oplet. Ja, inderdaad. Ja. Nou, ik zei heel snel ja, omdat, ja. Niet in de zin van dat ik 's ochtends wakker word in de spiegel kijk naar mijn zeker. Dat heb ik niet erg gehad. Mm-hmm. Heel erg gehad zelfs. Maar meer af en toe, stel bijvoorbeeld, ik weet dat ik ongesteld word. Mm-hmm. En
Ja, dat heb ik dus wel eens in Dubai als we shoots doen of zo. Gewoon voor Nino Coaching, voor de brand. En mm-hmm. ik word ongesteld, ik ben opgeblazen en ik heb een bepaalde outfit aan. Ja, maar dan ben je wat naakter natuurlijk ook. Je laat je lichaam zien. Ja. Dat is heel anders, ja. En dan weet ik dat het normaal is. En dan uh-huh. probeer ik ook op die dag zelf altijd posts te maken over van... Kijk, dit is normaal, we zijn vrouwen. Mm-hmm. Dus het is niet echt pure onzekerheid, maar meer ongemakkelijkheid. Maar ik accepteer het wel veel sneller dan vroeger. Het is wel gewoon van, oké, part of life. Maar dat is volwassen worden, hè? Ja. Je krijgt veel meer lak als je zeg maar rond de 30 bent. En dan zeggen ze... Het maakt niet meer uit. Je bent niet, als je 20 bent, ben je heel kritisch op jezelf. Nou, geloof me, heeft niet zoveel met leeftijd te maken, hoor. Nee, nee, bij mij wel, man. Misschien, ik ben echt lekker in mijn vel gaan zitten toen ik en aankwam en ouder werd. Ja, maar ook levenservaring. Weet je de boekhouding? Nee, is ook zo. Ja. Het is levenservaring. Ik merkte vroeger dat als ik slanker was, en ik was wel heel veel met afvallen bezig, dat ik veel kritischer was. Mm-hmm. En toen ik het allemaal losliet en aan was gekomen, dan ben je gewoon niet meer zo hard voor jezelf of zo. Ja. Maar ik merk ook als ik aan het lijden ben, dan ga ik op elk vetje letten, dan ga ik het meten, dan ga ik denken, oh, ik moet nog zoveel voor deze broek of zo. En als ik er niet op let, dan ben ik veel makkelijker, zeg maar. Maar dat is het ook. Je moet van jezelf houden in elke stage of your journey, ja. Weet je wel? Ja. Ook vanaf het begin, hou eerst van jezelf, en dan kan je ook echt de verandering maken die je wilt maken. Mm-hmm. Anders ben je dus de hele tijd, dan is het nooit genoeg. Dus weet dat je genoeg bent, in welke fase dan ook. Mm-hmm. En maak veranderingen niet alleen zodat je er dan anders uitziet, maar dat je ook beter voelt. Vooral dat je beter voelt. Ik denk dat het belangrijk is. Ik ben echt blij dat de bloemfles erbij was, mama. Mm-hmm. Maar het is echt weinig. Ja. Ik zou jij volgens mij gekregen. Mm. Hoe hou je keto vol? Wat is keto? Nou, dat je alle koolhydraten, dat je leven stopzet. Nee, keto is dat volgens je koolhydraten mij eet. 70% vet en dan zoveel procent proteïne. En je mag wel koolhydraten, maar die haal je uit groentes. En je hebt groentes met 1 gram... koolhydraat en ander met 2, dus je hebt een hele lijst met groenten die je wel mag eten. Dus broccoli mag bijvoorbeeld wel, ja, ik heb het gedaan. En dat is wel. Maar je hebt groenten waar veel suiker in zit, zoals een wortel, die mag je dan weer niet. Anders komt je lichaam niet in ketose. En als je lichaam in ketose komt, dan gaat hij eerst je vet verbranden in plaats van andere energieplekken. Sorry dat ik lach. Ja? Klopt het niet? Dat is echt een hele goede uitleg. Ja, dat is het toch? Het enige wat ik wou is zeg maar boos. Nou, ik kan je wel zeggen, ik heb het 2 weken gedaan en het werkt hoor. Ja, tuurlijk werkt het. Ja. Weet je waarom? Omdat mijn buik vet wegging. Ja, dat maar niet alleen daarom. Koolhydraten, grotendeels is het ook water. Dus je verliest vocht. Ja. Ja, en daarna ga je waarschijnlijk ook gewoon minder calorieën eten. Zit je onder je energiebehoefte en natuurlijk val je af. Ja, ik ging wel minder eten, ja, want ik was helemaal zat. Dus het heeft niks met koolhydraten te maken. Oké. Okay. Vind ik. Nou, hoe ga je het vol? Ik ken mensen die maanden hebben gedaan en ik weet niet hoe. Ik heb het maximaal maar 2 weken gedaan, toen was ik er echt klaar mee. Kom je daarna weer aan? Ja, tuurlijk. Dat bedoel ik. Ja, tuurlijk kom ik aan daarna. Nu toch geen meer normaal eten. Dit is echt een topic. Ik denk dat ik bij 9 van de 10 dames die ik coach, die me gewoon volgt, die gewoon een eye-opener hebben gehad van koolhydraten zijn dus niet slecht. Nee, dat heb ik ook echt geleerd nu. Maar vooral voor mij is het inderdaad, ja, er bestaan geen gezonde dingen, ongezonde dingen. Het hangt echt, als je wil afvallen, moet je gewoon een combinatie van alles eten. Ja. En... ik vind dat je koolhydraten nodig hebt, want koolhydraten krijg je energie. Je water. Dus koolhydraten zijn niet slecht. Ik eet elke dag rijst, brood, soms aardappel. Ze is ook, ze eet vegan, dus zou het zijn als ze geen rijst kon eten. Brood. Elke dag eet ik brood met banaan. Ja, met suiker in. Heel veel suiker in banaan. Brood met maar banaan. Dat is fruitsuiker, hè? Dus, just so you know. Nou, al met al, keto is niet echt... ik zou nooit zeggen dat je een bepaalde foodgroep moet skippen. Van, nee. Het is niet goed of zo. Ja. Combinatie van vetten, koolhydraten en eiwit. En eet koolhydraten als je dat lekker vindt. It's okay. Ja. Ik heb een vraag voor jou. Wat is je lievelingsmaaltijd? Ontbijt, lunch of diner? Gewoon, als je nu denkt aan je lievelings, wat is je lievelingseten? Nou, mijn ontbijt. Dat vind ik oprecht lekker. Soms lig ik s'avonds in bed en kan ik gewoon niet wachten tot ik mijn ontbijt ga eten. Echt? Ja, oh my god. Kijk, volkoren. Ik hou niet van bananen met iets. Ik eet alleen bananen alleen. Volkoren brood met pindakaas, banaan. Ja, dat gaat nog wel. Ja. Gebroken lijnzaad, chiazaad en kokosrasp. Oh my god. Ik word gewoon happy als ik eraan denk. En verder. Ik hou echt van vegan burgers met zoete aardappel. Vegan burgers zijn echt lekker. Oh, heerlijk. Ja. Heerlijk. Ik hou niet van zoete aardappel, maar ik vind zoete aardappel altijd wel lekker. Met een vegan burger, dat vind ik wel lekker. Dus ik eet gewoon droge rijst. Ja, maar ik vind sushi rijst... nee, maar sushi rijst vind ik ook lekker hoor.
Oh, er zit wel suiker in, hè? We gaan nu lumpia's eten die we hadden gehaald, voor, omdat we wisten dat dit weinig zou zijn. Echt, hè? Maar wacht even. Ja? Dit is wel, is het vegan? Weet ik niet. Misschien het blad, misschien dat deeg niet. Maar is er geen ei in, toch? Nee, van maar niet. Ik vind het gewoon. Misschien wortel en kool. Ja, maar ze doen het meestal met water dichtmaken, toch? Niet met ei. Dat doen ze samen. Ja, want als mensen vegetarisch zijn en ze gebruiken geen ei, doen ze water met meel op geleerd. Nog een in het gooien. Oh, in die zakje. Ja, ik heb bij een stokje eruit gehaald om het dicht te maken. Ja. Heb je ze vet? Oké, madame. Wat vind je van eiwitrepen? Heb ik het ooit gehad? Ja, ik vind niet altijd alles lekker. Soms vind ik het lekker, soms niet. Safe. Ik heb er niet echt een zware mening over of zo. Eet ze als je het lekker vindt, eet ze niet als je het lekker vindt. Je hebt van die chocoladeproteïnerepen en zo, toch? Ja, maar ik eet altijd alleen de vegan variant. Maar je hebt ook vegan chocola. Oh ja. Ik vind het super. Lekker. Lang geen lumpia gegeten. Ik krijg ook. Ik heb in de vriezer heb ik nog vegan lumpia's. Oké, dus wat zijn nou? Vegan hamburger met zoete aardappelpatat en je banaanbroodje. Jij dan? Ik ben echt zo'n foodie die ik kan kiezen. Ik zei vroeger altijd chowmin als lievelingsgerecht. Echt? Maar ik hou echt van een nasi met alles erop en eraan. Dus weet je, komkommer op azijn en die eireepjes en dan kippenhartje sambal. En kip uit de oven, en dan banaantjes, en dan gewoon alles. Al die groenten, dat is echt, denk ik, maar als ik moet kiezen, is dat mijn lievelingsgerecht. Maar ik hou van patat. Moet je niet blij van een patatje? Nee! Oh nee, ik ben echt van een patat, man. Ik word blij van vegan burgers en van chips. Maar ja, chips interesseert me echt niet. Echt gewoon niet. Maar ik kan, weet je wat ik niet kan? Sommige mensen kunnen een paar stukjes nemen, of een paar chipjes. En dan doen ze die zak weg, maar... Ik kook het dus liever niet. Ja, dat ben ik. Als ik met iets begin, nee, ik eet een paar chipjes en klaar. Echt? En dan, dat ga je niet geloven, na een week of zo is het zacht. Omdat ik het gewoon niet meer heb gegeten. Ik kan zulke dingen beter niet koken, want als ik zoiets kook, dan is het gewoon klaar. Moet die jongen zo staan? Is het nodig? Oké. Wat vinden jullie van plastische chirurgie? Ik heb A niet gedaan. En ik vind altijd dat mensen gemaakt zijn alsof ze eruit horen te zien. Dus ik vind het niet nodig. Maar het is altijd makkelijker gezegd als je er op een bepaalde manier uitziet. Hè? Dat niemand wat moet doen. Dus ik mag er niet echt wat van vinden. Maar ik vind het jammer dat jonge meisjes vooral dingen doen. Kijk, als je 40 bent en je begint lijntjes te krijgen en je wilt dan een beetje alles opvullen, vind ik het anders. Vind ik het een soort van meer acceptabel dan als je op je 18e meteen al botox in je voorhoofd wil spuiten. Nee, vind ik gewoon zo zonde. Want ze hebben vaak hele mooie jonge huid nog. En je kan je gezicht helemaal vervormen voor later. Dat is echt mijn mening erover. Ja, same. Het is niet mijn ding. Ik heb ook nooit iets gedaan. Mm-mm. Iedereen moet natuurlijk doen wat hij zelf wil. Maar ik denk dat de pressure van social media gewoon heel hoog is. En soms denk ik van ja, maak jij die keuze wel gebaseerd op dat je zelf iets echt wil? Het wordt zo genormaliseerd. Ik vind het heerlijk. Maar het is eigenlijk belachelijk toch? Mm-hmm. Maar goed, iedereen moet doen wat hij zelf wil natuurlijk. Nee, ik zeg dat echt niet. Doe het gewoon niet. Okay. Als je jong bent moet je... Nee, ik ga echt niet zeggen dat iedereen moet weten wat ze moeten doen. Het is gewoon niet nodig. Het is echt niet nodig. Ik geloof wel in natuurlijke dingen. Je hebt heel veel natuurlijke dingen om je gezicht zeg maar te liften en zo. En ja, ik vind het ook altijd jammer als meisjes hun neus gaan doen. Ik vind die neus vaak heel erg mooi. Ik ben fysicist, hè. Dus ik waardeer het gezicht op een hele andere manier. Ik zie ook echt iets moois in iedereen's gezicht. En ik heb heel veel vrienden die hun neus niet zo mooi vinden. Omdat ze dat kleine bocheltje hier hebben. En ik vind het echt geweldig. Want dat maakt je zo specifiek in je schoonheid. Ja, maar mensen worden daar onzeker van. Want omdat we de witte wereld leven. Ja, witte wereld niet alleen dat. Ook zeg maar social media world. Alle foto's die je ziet is nep. Maar het is wit ideaalbeeld.
Ja. Het westerse ideaalbeeld van een neus is een smalle neus. Mm-hmm. En als het een Arabische neus was geweest, dan zou iedereen het willen hebben. Dat is het verschil. Ja, maar dus daarom ben ik er eigenlijk op. Het heeft allemaal ermee te maken dat we hier wonen en dat we het westerse schoonheidsideaal als voorbeeld nemen. Ja. Ja. Heb je ooit gedacht van ik wil iets doen? Nee, want ik sprak ooit met een jongen. Ik word van een ander met een derde keer. Hij heeft echt wel geld en hij zei, maar als je met mij getrouwd zou zijn en ik zou zeg maar, ik betaal het ook bijvoorbeeld om een liposuctie te doen, ik zou ben je gek. Hoezo zou hij dat, wacht even, hold up. Dus hij bood dat aan jou, zonder dat jij iets erover zei? Nou, we hadden het, hij vond mijn lichaam natuurlijk gewoon leuk als hoe het was, want hij valt erop. Hij zei, maar zou je dat niet willen nadat je kinderen hebt gehad ofzo? Ik zei nee. Ik zei, ga echt niet vrijwillig onder het weg, mes om vet te laten wegzuigen. Nee, toch gewoon mensen. Het was meer van, ik heb ook geld, dus voor mij voelt het echt geen moer zeg maar, als ik dat zou betalen. Maar het gaat niet om geld. Ja, voor heel veel mensen wel, want ik denk dat heel veel mensen dat zouden willen doen als ze het geld hadden. Alleen ik ben een scheidluis. Ik ga echt niet zo onder het mes. Oh, ben jij die? Oh, nee, we hebben nog twee. Ik vind het zelf juist heel mooi. Kijk, weet je, stel je voor ongeluk gehad of zo en je moet iets. Ja, dat is wat anders. Ja, maar dat is wat anders. Als jij vet gaat laten wegzuigen, ook nog steeds ieder zijn eigen ding wat hij wilt. Mm-hmm. Maar ik vind het ook wel gewoon iets hebben van, doe je best, werk ervoor. Ik vind het jammer. Vroeger herkende ik het niet, bij vrouwen. Mm-hmm. Nu zie ik het wel als iemand BBL gedaan. Nee, nee, voor jou. Okay. Ik zie het meteen als iemand BBL. We hebben gelijk terug veel. Ik zie het dus nu ook als iemand BBL gedaan. Ik vind het jammer dat ik niet denk van... Jammer. Vroeger dacht ik, oh wauw, wat een mooi lichaam. En nu is het, oh, dat is vast nep. Mm-hmm. Dat vind ik erg. En je ziet dat iemand gesport heeft. Mm-hmm. Dat zie je meteen. Je ziet de benen en die bil gaan helemaal goed in elkaar over. En je ziet het gewoon. En dan denk je, oh, ze heeft echt wel hard getreden voor. Ja, maar dat zegt ook iets. Ik vind dat heel mooi. Als je iemand zegt van, ik heb ervoor gewerkt. Mm-hmm. Maar stel je bent echt heel onzeker over iets en het werkt voor jou en jij bent er blij mee. Girl, go ahead. Dat is niks voor mij. Je kan nog steeds doodgaan tijdens de operatie. Maar je kan doodgaan van zoveel dingen. Nee. Maar je wilt toch niet zeggen, oh, ik ben overleden omdat ik een operatie liet doen. Nee, maar ik bedoel, wat vind je van botox en zo dan? Stel je spuit je lippen over. Oh jawel. Ik had een keer gehoord, je kan het in een ader. Ja, nee, je kan, als je een filler doet of zo, het kan ook in je ader gespoten worden. Oh. Zie je, daar ben ik er tegen, man. Ik ben tegen alles. Hmm. Ja, ik hou van natural. Maar ja, wat ik zeg, ik zou nooit tegen iemand zeggen wel of niet doen. Ieder moet zelf weten. Ja, ik mag ook zo'n beetje. Oh, wacht. Heb je het al net weer gegeven? Ja, ik weet niet waar ik nu was. Of is hier gevallen? I don't know. Oh, nou dat is één. Maar goed, plastische chirurgie, that's what that. Kijk, medische redenen voor plastische chirurgie is wat anders. Ja. Sommige mensen hebben smalle neus weg, kunnen gaan ademhalen. Dat is wat anders. Oké, okay, hoe ziet jullie off-day eruit qua voeding? Ik heb niet echt een off-day. Je zag het al lachen, misschien moeten jullie bij haar zijn. Een off-day qua voeding? Ja. Ja, dan ga ik vette hap eten. Ja, maar de hele dag? Nee, dat is mijn warm eten vette hap. Okay. Mijn ontbijtjes zijn trouwens wel healthy. Wat is je? Ik hou van een geroosterd sneetje brood met avocado, gebosje en ei. Soms een beetje zalm erop. Dat vind ik lekker. Nice. Mm-hmm. Ik ben niet van yoghurt. Nee. Ik kan eigenlijk niet tegen lactose. Dus ik vermijd het eigenlijk. Ik heb vegan yoghurt. Probeer het zo lekker. Ja, nee, ik heb van, hoe heet die? Lactosevrij. Is het Alpro? Ja. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Dus dat skip ik eigenlijk. Oké. Okay. Ja, off-day. Ik wil het niet echt de off-day noemen. Ik heb geen off-day. Zeg maar, tuurlijk heb ik de ding. Ik eet ook wel eens patat en chips en dat soort dingen. Maar niet de hele dag. En niet omdat het per se slecht is. Nee, maar het is gewoon warm eten dan. Ja. Ja, het is niet de hele dag. Maar ik noem het ook geen off-day. Want eten maar wat is, eten. Is een ongezond ontbijtje dan? En wat is ongezond diner? Warm eten van gisteren? Nee, tuurlijk niet. Ja, maar als je patat van gisteren hebt, dan is dat ongezond ontbijt. Ja, dan wel. Heel leuk. Het is niet denk ik gezond en ongezond. Maar meer van, luister naar je lichaam. Hoe voel je je als je het hebt gegeten? En als ik weet van, oké, ik ga vandaag iets eten, ik ga ergens naartoe. Mm-hmm. Je kijkt moeilijk. Nee, ik heb dorst. Je hebt die halve fles alleen. Ja. Oh, ik heb heel weinig gedronken vandaag. Ja, ik plan het in mijn dag. En soms plan ik het niet, want het leven neemt je soms ook van over. Je kunt niet alles plannen. Maar, tell me about it. Ja, ik noem het geen off-day. Het is gewoon... Nee, het is of afternoon of off-dinner dan. Want ik eet niet de hele dag slecht. Ja. Ik had voor je net de corona heb gehad... echt een chocoladeverslaving en ik kon echt wel gewoon veel chocolade wegwerken. Dus als ik dan een off-day had, ging en heel veel snoepen, heel veel frisdrank drinken en dat. Maar dat, sinds ik ziek ben geweest, heb ik dat niet meer. Ik heb die behoefte niet meer. Nou, beter. Dus dat scheelt echt enorm hoor. Mm-hmm. Ja, mijn verslaving is echt weg. Misschien moest het zo zijn dan. You never know. Ja, het is grappig hoe dingen weggaan. Ja. Ja. Oké.
Ja, Pernille is een cheat day. Nee, want het is gewoon... Cheat day, die term ook. Het is niet. Cheat meal. Je mag niet eens over cheat day praten, man. Maar ook niet cheat meal. Ook geen cheat week. Cheat meal. Hoezo niet? Kijk, ik zeg altijd, cheaten is gewoon iets stiekem doen achter iemands rug. Je kan jezelf niet cheaten met eten. Maar met jouw programma... Nee, treat. Met haar programma heb je geen cheat meal, omdat je gewoon aan je calorieën moet houden. Ja, en het is een treat meal, want je mag jezelf ook gewoon af en toe... You deserve that. Wat is het tegenovergestelde van calorie deficit? Calorie surplus. Het is eerder niet een cheat meal, maar een calorie surplus. Dat is het. Ja, maar dat ligt eraan. Of dat je... is het eerder. Ja. Toch? Ja. Ik gebruik het woord sowieso niet. Je trakteert jezelf gewoon op eten. Eten is eten. Het ene laat je goed voelen, het andere minder goed. Die lumpia's laten me minder goed voelen. Dat was dan je treatmeal. Ja, zeg maar die pokeball. Het was heel vettig voel opeens. Ik me heel oké mee. Ja. Ik voel me gezond. En ik heb voor mijn gevoel de juiste nutrition binnengekregen. Maar die lumpia's denk ik nu echt jezus. Het was opeens super vettig. Maar ik kan heel slecht tegen vet hoor, eigenlijk. Maar waarom zei je dat niet dan? Waarom zie ik eruit zoals ik eruit zie? Wat zeg jij? Omdat ik dat wil eten. Ik zeg, waarom zie ik eruit? Ik zeg altijd tegen mensen, is de reden waarom ik er zo uitzie. Ik hou van het eten. Ik eet het wel, maar ik krijg wel... Ik heb spastische darm, dus ik kan niet echt vet. Ik kan niet tegen deeg. Echt? Gluten, ja. Ik heb, daar maar eet je lumpia. I know. Ja, rijst kan ik wel tegen. Oké, vanaf nu weet ik het. Ik ga niet meer brengen. Nee, dat konden we eten. Die pokeball. Ja, volgende keer 2 pokeballs. Oké, hoe kan ik het snelst afvallen? Ten eerste, waarom snel? Ten tweede, als je het snel wilt. Is het niet long lasting? Het is niet long lasting. Nee. Het is niet long lasting. Stap voor stap is beter. Maar om echt antwoord te geven op je vraag. Om je energiebehoefte eten, meer bewegen, goed slapen. Ja, als je elke dag gaat sporten of iets doet, inderdaad. En niet 1000 calorieën gaan doen of zo, hè? Dat nee. Sowieso niet. Dat maar zo vaak van mensen. Als je een klein beetje ondergaat en je gaat elke dag bijvoorbeeld lopen een uur, ja, dan val je wel af. Ja. Van krachttraining val je het snelst af. Centimeters dan, hè? Moet je niet op de weegschaal letten, maar dan kan je echt zien dat je afvalt. Vorig jaar ging ik sporten met de personal trainer van mijn zusje. Mm-hmm. Toen was ik in een week 8 centimeter bij mijn navel kwijtgeraakt, hè? Omdat we zo hard, zeg maar. Ik ging echt boksen. Oh, okay. En ik heb niet eens veel op mijn eten veranderd, hè. Ik ging gewoon 2 liter drinken per dag. En dat sporten. Dan kan je... Ja, omdat je gewoon meer ging verbranden dan dat je binnen kreeg. En mijn buik heeft het meeste, toch? Dus als ik eraf... Ik val daar het eerst af. Ja. We dachten, wat is er gebeurd 8 centimeter? Maar het ging echt rap. Ja, zo. Maar ik ging niet uithongeren. Echt niet, hoor. Ik had gewoon goed. Goed zo. Ja. Je hoort ook gewoon genoeg te eten. En oh ja, bij elke maaltijd eiwitten eten helpt ook enorm. Je krijgt van eiwitten namelijk een vol gevoel en je bouwt droge spieren op, lean muscle mass. Want als je wilt afvallen, wil je eigenlijk vet verliezen en niet per se gewicht verliezen. Want je wilt, denk ik, een geshaped en sterk lichaam. En daarvoor zorgt de proteïne. Ja. De eiwit, sorry. Ja. Wat is voor proteïne eiwitten? Zit zo. Oké. Proteïne. Ja, jij zegt het eiwitten, maar ik denk je bent vegan. Ik zeg het eiwitten. Wat zijn eiwitten voor een vegan? Net hadden we bijvoorbeeld tofu, we hadden die boontjes zaten erin. Edamame is... Edamame, ja, oh, ja. Okay. Boontjes, linzen, alle soorten bonen. Dus alle pulvruchten, toch? Ja, alle pulvruchten. Ja. Ik eet veel dal. linzensoep. Eet je veel dal? Ja, ik hou er erg van. Linzensoep, dus ja, tofu, tempeh, tau, dat soort dingen. Vleesvervangers heb je heel veel. Sommige groenten zitten ook eiwitten. Maar ja, eigenlijk van alles wel. Wat hebben wij laatst gegeten? Tempe. We gingen laatst nasi eten met die met tempeh erin. Dat vond ik echt lekker. Dat is echt lekker. Maar hoe wordt het gemaakt dan? Met ketchup gewoon. Mm-hmm. Maar wat was het een beetje zoetig? Hoe was het zoetig dan? Ik weet niet. Oh. Ik ben niet zo'n keukenprinses bij het. Oh, niet? Nee. Cookie niet? Liever niet. Oh. Kijk, ontbijt en lunch kan ik echt voor je maken. Ja. Avondeten. We kunnen uit eten gaan. Oh nee, ik kan wel. Ik vind koken echt leuk. Ik doe het heel soms, maar het is niet mijn hobby of zo. Nee, man. Dus ik ken echt een goede. Als je ooit een merk gaat, een goede salade voor je maken. En vier keer met tempeh. Ik heb een vriendin van me gemaakt. Yes, met wel zoet. Maar ja. Ja. Mijn dressing is wel zoet. Nee, ik ook niet echt van. Hoe ben je? Nee, dat was de vraag niet. Hoe is het dan? Hoe kwam je op het idee om te coachen? Ja. Nou, eerst heb ik dus zelf een transformatie doorgemaakt. Ja. Mentaal en fysiek. Vet verloren. Toen was ik dus... op een ongezonde manier afgevallen. Mm-hmm. Daardoor ook heel veel aangekomen en yo-yo-effect. Mm-hmm. Toen veel gaan leren. Nu ben ik dus stabiel. En op een gegeven moment dacht ik van ja, zoveel dames struggelen hiermee. Dus toen ben ik gewoon echt cursus gaan volgen. Zelf coach genomen. Toen dacht ik,
ik wil jullie echt helpen op een echte, oprechte manier. Mm-hmm. Zonder nonsens, zonder supplementen. Zonder dat het om geld gaat ook. Ja, kijk, ja. Ik vind het ook heel erg. Ik vind het heel leuk dat de dames die mij volgen, je hoeft niet mij te volgen omdat je mijn programma hebt. Mm-hmm. Ik vind het gewoon leuk als ik wat extra's kan betekenen of als we elkaar kunnen inspireren. Ja, want ik volg die ook gewoon om jou en niet omdat ik je programma volg natuurlijk. Nee. Ja. En dat, want ik vind het gewoon echt oprecht leuk om een message te verspreiden van jullie kunnen het op een gezonde, een echte manier, zonder alle poespas en bullshit die je op internet voorbij ziet komen, wat je allemaal wel niet nodig zou hebben of wat dan ook. Ja. Dus mijn reden om te coachen was echt om anderen te helpen oprecht. Omdat ik het zelf heb meegemaakt. Oh ja, iemand vroeg ook echt, deze vraag krijg ik heel vaak, misschien wel leuk om even een kort antwoord op te geven. Welke? Of ik ook help met aankomen. Oh ja, klopt. Ik heb mensen die dat ook willen weten inderdaad. 100%, ja. Ja. En dat doe ik omdat, ja, ik weet hoe het moet natuurlijk. Mm-hmm. Maar ook, ik weet dat dat ook een struggle kan zijn. Een hele grote struggle. Ja, want niet iedereen wordt vol. Sommige dames worden ook gewoon heel slank. En heel veel mensen hebben ook gewoon geen aanleg om aan te komen. Want hun lichaam verdwijnt zo snel. Ja, en het kan wel, maar je moet weten hoe. Je moet weten hoe. Je moet ook weten dat je, hoe je jezelf niet volpropt. Mm-hmm. Want heel veel van dat soort mensen hebben het idee van, oh, ik moet mezelf echt pushen om te eten. Die gaan er van die protein shakes slikken en achtergooien voor 200 calorieën. Maar je wordt helemaal gek. Ja. Ja. Nee, maar dat doe ik dus zeker ook. Ja. Dat doe ik ook. Ja, stuur me een berichtje of zo als dat. Als je dat wilt, als dat nodig is, daar help ik je zeker mee. Dit was onze mukbang. Ik hoop dat jullie alle vragen die jullie gesteld hebben beantwoord hebben gekregen. Mm-hmm. Voor mijn samenwerking met Nilem Coaching heeft Nilem een kortingscode voor haar programma Forever in Shape. Ja. Die kan je hieronder zien. Mijn code is volgens mij Anjani20. Yes. Ja. En daarmee krijg je 20% korting. Op het videoprogramma. Op het videoprogramma. Die kan je zelfstandig thuis volgen. Zoals we zeiden, kan je self-love bekijken. Hoe je voeding het beste kan aanpakken. Mm-hmm. Krijgen ze ook advies van jou via de website over wat hun calorieën zijn per dag, de inname? Ja, kijk, ik leg in video's helemaal uit hoeveel je kan eten op basis van wat jouw goal is. Mm-hmm. Als je hebt aangemeld, kom je ook in de VIP Facebookgroep met alle dames die het ook volgen. Ja. En daarin geef ik ook tips en tricks en ben ik er ook voor support. Ja. En ja, sommige dames hebben ook 1-op-1 online coaching. Mm-hmm. Dus echt een specifieke traject voor hun. Oh ja. Maar mijn coaching is erg exclusief en daarvoor moet ik echt kijken van passen bij elkaar en kan ik wat voor je betekenen. Ja. Maar voor het videoprogramma krijg je korting met Anjani20. Ja, en het is een programma voor 12 weken waarin je dus zelfstandig je workouts kan volgen en je eten in de gaten houdt. En als je haar volgt zie je ook heel vaak dat ze echt langdurige klanten heeft die ook echt zeggen van hey, ik doe het al zo lang op deze manier en ik ben nu zoveel kilo kwijtgeraakt, zoveel centimeters. En daarmee zie je gewoon dat het werkt. Maar je moet volhouden, dat is wel natuurlijk de voorwaarde. Ja, ben consistent. Je hoeft niet perfect te zijn. Nee. Maar consistentie is key en stap voor stap komt het in. Voor mij was het bijvoorbeeld al een hele prestatie om opgewicht te blijven. Ja, en niet aan te komen. Dat is me de afgelopen weken gelukt. Alleen maar door het inzicht van hoe ik met mijn calorieën inname moet omgaan. Dus dat is al een hele grote les. En ja, gewoon heel veel inzichten al opgedaan. Qua voeding betreft. Fijn. Ja. Oh, dank je. Ja. Wil je nog iets zeggen? Mukbang video. Oh ja, dit is haar eerste mukbang video. Eerste keer YouTube. Oh ja, je zei net dat je heel vaak de vraag hebt gekregen of je een YouTube video gaat opnemen. Het kan ook dus zijn dat ze in de toekomst een eigen YouTube video gaat opnemen. En die komt misschien op haar website of op een andere platform. En dan kan ze al haar vragen clusteren die ze normaal krijgt. Ja. Die normaal op Instagram beantwoord. Die komen dan in de video. Ja, want ik doe daar dus Q&A's op mijn story. Maar dan kan ik niet zo uitgebreid erop ingaan als we het nu hebben gedaan. En dat is denk ik wel leuk om het wel te doen. En misschien als jullie dus nog vragen hebben, kan je het hieronder reageren. En die kan ze dan ook verzamelen voor haar video. Ja, 100%. Ik help jullie graag. Iedereen heeft andere vragen. Struggelt ergens anders mee. So let me know. Nou, bedankt voor het kijken. Als je nog een vraag hebt, kan je deze hieronder reageren. Als je het een leuke video vond, vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En ik zet al Nilem haar social media links hieronder. En ik zie jullie de volgende keer. Doei! Doei.